En het naamwoord voor het op te zetten Denksportcentrum is gisteren onthuld op het universiteitscomplex. Het project is een samenwerking tussen het ministerie van Sport en Jeugdzaken, het ministerie van Financiën en Dalian. Volgens Su Mingyu, vertegenwoordiger van de China Development International Group, CDIG, heeft de organisatie besloten om in verband met haar 18-jarig bestaan in Suriname het Denksportcentrum te doneren en op te zetten. De voorzitter van de Surinaamse Schaakbond, Frank Lo Kim Lin, geeft aan dat dit een droom is die in werkelijkheid wordt gebracht. We the hope to make our humble effort to the Suriname men's sports. Through this, we express our gratitude and repay the society and the people. We also regard it as a milestone of inheriting the past and ushering the future, as well as the continuous development of the company. We will organize the strongest management and construction team to ensure quality and earlier completion through conscientious organization and strict management, thus to make this project into a sample project. Once again, thank you, Minister, and all circles of the society for your trustness and support. We will do our best. Meanwhile, we hope to make contributions to the prosperity and the development of Suriname. Wat betekent deze Denksportcentrum voor onze Denksporten? De troefkool, dammen, schapen en bridge. Het eerste is dat we een huisvesting hebben waar onze functionele dingen kunnen doen. Berging en andere dingen. Maar het belangrijkste is, we willen meegaan met een nieuwe technologie. Het moet een moderne trainingcenter worden. We gaan de Chess Academie en andere academies van andere denksporten ontwikkelen. Met internet schakelen. En het derde doel wat we zien in dit denkcentrum is dat we internationale toernooien kunnen organiseren volgens de internationale standaarden. En we hopen na een jaar dat we, zoals SOC, dat we de eerste zetten hier mogen doen. De voorzitter, de ambassadeur van China in Suriname, Zhang Yingzhong, verwacht dat met dit project de vriendschapsbanden tussen beide landen verder worden verdiept. Ook minister John de Goyo van Sport en Jeugdzaken voerde het woord en zei dat denksportels al jaren een rustige plek zoeken om hun sport uit te oefenen. Dit is een geweldig moment voor het ministerie en voor de denksporters zelf, zegt de bewindsvrouw. Als de voorzitter van de Association of Chinese Enterprises in Suriname heeft CDIG sinds haar vestiging in Suriname in 1999 enorm bijdrage geleverd aan de lokale infrastructuur en het welzijn. Totaal hebben ze al meer dan 1100 kilometer aan weg en 550 huizen voor Suriname gebouwd. Tegelijkertijd wordt het bedrijf zich toe aan het scheppen van werkgelegenheid. Realiseren hiervan is het natuurlijk dat de regering hier invulling aan geeft. We vinden het heel bijzonder en we weten ook, we kennen het belang van de denksporten voor de ontwikkeling van de mensen en hiermee bieden we natuurlijk sowieso de garantie dat we verder dit gedeelte van de sport zullen gaan bevorderen. Minister John de Goyo van Sport en Jeugdzaken. En daarvoor horen u de ambassadeur van China in Suriname, Zhang Yixiong. Zij spraken gisteren bij de onthulling van het naambord voor het Denksportcentrum op het universiteitscomplex.